Danny, we hebben even een tijdje niet gesproken na de overwinning op Vitesse. Hoe kijk je terug op de afgelopen 2 weken? Nou ja, op zich met een goed gevoel. Ik bedoel, we kregen natuurlijk toen een enorme tik te verwerken in de beker. En die kwam echt wel hard aan. Maar ja, als ik dan daarna zie hoe de groep zich een paar dagen later laat zien. Ja, dat heeft mij wel een enorme boost gegeven in de afgelopen 2 weken. We hebben ook wel doorgetraind uiteraard. En ik moet zeggen, dat gevoel heb ik ook uit die trainingen. Maar zeker voor de jongens was het ontzettend mooi. Dat ze natuurlijk na zo'n teleurstelling een keer een beloning krijgen. Nu sloot de afgelopen week ook de transferperiode weer. Hoe kijk je terug op de afgelopen window? Nou ja, op zich met een positief gevoel. Kijk, het is niet het ideaal plaatje geworden wat we vooraf voor ogen hadden. Zo simpel is het. Maar je hebt ook niet altijd alles zelf in de hand. Vanuit mijn perspectief wilde ik zo min mogelijk wijzigingen. Omdat je natuurlijk eind augustus al behoorlijk wat wijzigingen in het team hebt gehad. Nou, dan ontstaat er een nieuwe hiërarchie, een hoop nieuwe jongens die moeten wennen aan manier van werken. Gaan voor het eerst in een ander land op zichzelf wonen. Een hoop jonge jongens waar heel veel potentie in zit. Ja, op een gegeven moment vind ik wel dat je de laatste weken kan zien dat we daar stappen in maken. Zowel bij jongens individueel, maar ook als team. En dan willen we zo min mogelijk wijzigingen, ook omdat we tevreden waren over hoe die jongens werken, hoe ze bezig zijn. En soms heeft het ook iets langer de tijd nodig om te ontwikkelen. Of om tot de prestaties te komen naast de ontwikkeling. Want die ontwikkeling zien wij wel degelijk hier achter de schermen. En daarnaast hebben we natuurlijk getracht. Van tevoren was wel duidelijk op welke 2 posities wij probeerden een speler te halen. Dat was centraal op het middenveld en rechtsback. Omdat we daar wat onderbezet waren. Nou, uiteindelijk zijn er al heel snel 2 jongens bijgekomen voor het middenveld. Dus daar zitten we in de aantallen uitstekend. En rechtsback is dan niet gelukt. We hebben met Damiel een prima rechtsback. We hebben ook al een paar andere jongens die eventueel op rechtsback kunnen spelen. Maar het is niet van nature hun beste positie. Alleen je bent soms ook afhankelijk van de markt en wat er haalbaar is. Of wat er naar Groningen wil komen. En het vertrek van Wessel had van mij niet gehoeven. Ik had hem er graag bij gehouden, omdat Wessel is gewoon een fantastische prof. Ondanks dat hij voor de winter een paar keer niet heeft gestart. Maar dat geldt ook voor andere jongens, dat hoort soms bij topsport. Was wel een fantastische jongen in de groep, traint altijd goed. Heeft ook een paar prima wedstrijden voor ons gespeeld. Alleen als het voor de club een hele interessante deal kan zijn. Clubbelang gaat altijd voor, dat geldt voor iedereen, als het goed is. Dan moeten we ons daaraan schikken. En ik moet zeggen, als ik nu met deze groep kijk, ik heb echt heel veel vertrouwen in deze groep. Als ik zie de laatste weken hoe ze trainen, hoe ze met elkaar bezig zijn, zowel individueel en met elkaar bezig zijn als team, heb ik er heel veel vertrouwen in. Ik kijk enorm uit naar de komende paar maanden, omdat ik denk dat wij ons absoluut gaan doorontwikkelen naar een hoger niveau en dat we zeker de nodige wedstrijdjes gaan winnen. Ja, zal ook misschien een keer gaan voorkomen dat we nog een mindere periode hebben of een mindere fase. Als we er dit seizoen niet nog van profiteren sportief, dan gaat de club er zeker van profiteren naar de toekomst. Omdat we natuurlijk gigantisch veel jonge jongens op het veld hebben staan op dit moment. Die aan het begin van hun carrière zijn, die al geweldige ervaring opdoen. Sommigen hebben zich al gigantisch ontwikkeld. En als zij die jongens zo blijven werken, blijven ze zich ontwikkelen naar een hoger niveau. Gezien hun leeftijd en de potentie die ze hebben. Dus ja, ik zit hier eigenlijk met een goed gevoel. Kun je ook over al die jongens beschikken komende zondag tegen Go Ahead Eagles? Ja, dat is ook waarom ik hier met een goed gevoel zit. Omdat wij iedereen op dit moment op het trainingsveld hebben. Nog niet iedereen is topwedstrijd fit. Maar de laatste periode trainen we wel met al die jongens. Dus dat is enorm positief natuurlijk. En daardoor zie je ook dat de kwaliteit in de training toeneemt. En dat zorgt er weer voor dat jongens zich kunnen ontwikkelen. Dus dat is ook weer een van de redenen waarom ik er goed in zit op dit moment. Go Ahead Eagles is de tegenstander, wat weet je van die ploeg? Ja, dat hebben we al vaker gezegd, ook een beetje een papegaai. Ik denk dat we veel weten altijd van onze tegenstanders. Je ziet steeds meer wedstrijden van elkaar, dus er zullen ook, geldt voor alle ploegen, minder geheimen zijn. Bij sommige clubs is het misschien wel weer even afwachten, gezien de vele wisselingen in de transferwindow, wat er gaat veranderen op het veld. Nou, Go Ahead heeft volgens mij niet heel veel veranderingen, ook net als ons een enkeling.
Dus ik verwacht dat zij niet heel veel anders zullen doen dan hoe ze voor de winter en kort na de winter gespeeld hebben. Ja, wat je in de Eredivisie ziet, verschillen zijn klein onderling. En wij moeten gewoon een goed niveau halen. En als we dat doen, dat hebben we tegen NEC laten zien en tegen Vitesse. Dan heb je ook gewoon je kans om wedstrijden te winnen. Alleen ja, je moet ze wel pakken in een wedstrijd. En dat hebben we daar ook ervaren. Dat ligt soms dicht bij elkaar. Details maken het verschil. Maar wij hebben er alle vertrouwen in. En zeker ook als er weer mensen in het stadion gaan zijn bij thuiswedstrijden. Dat kan ook ons een enorme boost geven. Ja, nu mogen er weer mensen bij zijn. Het is helaas wel slechts 1/3 dat erbij kan zijn. Nu is dit weekend ook een actie. Stadions vol. Wat heb jij daarvan meegekregen en hoe sta je daarin? Nou ja, het is gewoon ruk dat er maar 1/3 bij mogen zijn. Want daardoor krijg je verdeeldheid in je achterland. Mensen gaan zich solidair met elkaar verklaren. Want ja, de een wel, de ander niet. Dat is het meest verschrikkelijke wat je kan krijgen. Terwijl juist die supporters voor bijna al die clubs zo massaal achter die clubs zijn blijven staan in de afgelopen 2 jaar. Met 1 bak ellende. Mensen hebben hun geld laten zitten terwijl ze geen wedstrijden konden bezoeken. Noem het maar op. Ik hoop ook heel snel dat we in vollere stadions mogen spelen. En of het gelijk al helemaal vol moet, ja, dat is het ideaal plaatje. Maar 1/3 is wel echt heel beperkend. Maar oké, ik hoop wel dat die 1/3 zondag is. Want wij kunnen die steun enorm goed gebruiken. En dat mensen voor een dilemma staan. De mensen waar ik normaal mee ga, de helft mag nu wel en de helft mag niet. En de andere helft mag volgende week. Ja, ik begrijp dat dat enorm pijnlijk en vervelend is. En het is ook heel, het is top om te zien dat mensen die loyaliteit naar elkaar hebben. Dat is een hele belangrijke eigenschap in het leven, voor mij. Maar ja, het is voor ons wel heel belangrijk dat die mensen er zijn, omdat wij de steun gewoon enorm goed kunnen gebruiken. Dus ik hoop dat we de komende 2 thuiswedstrijden de mensen hebben die erin mogen. En dat we daarna, vanaf Willem II, in een vol stadion kunnen spelen waar alle mensen erbij zijn. Alleen dat is afwachten en het zal ook uitblijken of de toekomst moet uitwijzen wat het kabinet daarin gaat besluiten of wat voor acties er op poten gezet gaan worden. Want ja, je ziet ook in andere sectoren, ook de afgelopen periode, die gewoon wel hun deuren hebben opengegooid of bepaalde protesten hebben gevoerd. En dat zie je wel terug in de samenleving, dat dat natuurlijk steeds meer gaat gebeuren.